Welkom bij Healing Sound Movement Televisie. Mijn naam is John Konzenmulder, jullie presentator, producent en interviewer voor dit programma. Wat doen we? Hele bijzondere uitzendingen met kopstukken op het gebied van spiritualiteit, bewustzijn, nieuwe wetenschap, duurzaamheid, gezondheid. Met wie doen we dat? Met Eric Pearl, met David Icke, met Lynn McTaggart, met Raymond Moody, met Desiree Reuver, met Janos Koetsier, met Janos, met Jeanette Ossebaard, met Bert Jansen. Noem het maar op, autoriteiten op hun gebied gaan we de komende maanden uitzenden, wekelijks. Neem een kijkje op healingsoundmovement.com, ook voor onze evenementen, bijvoorbeeld 22 oktober met Jude Curven en 18 december met Bert Jansen en Heather Kluwert, die 11th Hour speciale presentatie in Amsterdam. En kijk ook even op duurzaam24.tv voor de uitzendingen van de collega-presentatoren. Dankjewel. How double-blind are we scientists if we think that placebo-controlled and double-blind is the way to go here? Consciousness can see through all of this stuff. So the experiments turn out the way the experimenter has a vision before they do the experiment. This is very interesting because I talked to Rupert Sheldrake, which you of course know as well, the morphogenetic field, morphic resonance. He said, yes, we're British, we tend not to believe in anything. So that's interesting. So he actually showed that the Americans who are open to believing some have more outcome in their parapsychological experiments. This is a study being done than the British. And he said, no, it was not possible. So when he went into the experiment, he already said, it's not going to work because I don't believe it. And that's the way the experiment came out. So if I get near you and I start to get involved with you, my influence of my thoughts can influence your life. Kinesiology test is influenced by the thoughts of the person who's just doing the pushing on the arm, not the person you're testing. Like presentiment in parapsychology, it's someone else's presentiment influencing you. Exactly what it's all about. And this is what the new science is showing. So our mind and our thoughts actually are translated into physical responses. We really want to emphasize people's power that they possess, but we've never programmed that power in normal childhood development. Mm. But this is a time now for change. This is to, as you talked about, let's create the children of the future with more power because they're going to need it. Reality is defined either through vibration or sound or some combination of both. Vibration is fundamental to the way in which life arises in creation. And even modern science is now understanding that all life is vibrating at all times. All life is in movement. All life is in flux. All life is in constant change or transformation. And all life is in constant movement or vibration. Within the native and indigenous traditions, a simple rattle can do a great deal to discharge or clarify energy or to invoke the allies, the power allies, the holy beings that I might work with. And simply listening to them for 5 minutes, morning and night, he says, can help bring us into those homeostatic states that allows the natural wellness to occur. Ja, dat veld is er altijd. En het is er ook altijd geweest. Voor mij zijn het de graancirkels geweest die het voor mij hebben geopend. Het is voor mij dus geometrie geweest, die is heel visueels. Ja. Waardoor ik open ging stellen voor dit grote potentiële veld wat er is. En wat je kan laten inzien, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om van... Waar zijn we nu echt mee bezig? Waarom zijn we hier eigenlijk? Dat is een goede reden dat we hier zijn. Ja, volgens mij zijn er een aantal remmende factoren. En een van die remmende factoren is dat je een verwachtingspatroon hebt. Ja, aan de ene kant is dat de power of belief. Maar aan de andere kant hou je er ook aan vast. Ja. Dus je probeert iets te doen en je verwacht ook echt dat het gaat gebeuren. En dat kan heel remmend werken. Doordat wij dingen hebben meegemaakt is het verwachtingspatroon nu weer naar de volgende dag toe is gebaseerd op ons verleden. Ik ben er totaal van overtuigd dat de Maya's, in principe, want daar hebben we het eigenlijk dan over, dat die Maya's, het einde van die kalender, dat die Maya's helemaal niets hebben voorspeld. En wat we nu zien is een reflectie van ons eigen zijn.
Dus waar we ons bevinden met onze mind, dat reflecteert zich terug. Een afspiegeling van onze state of mind. Die Maya's hebben niks voorspeld, totaal niets. Het enige wat ze laten zien is van, mensheid, je krijgt nu waar je aan toe bent. Ja. En het is aan ons om dat dus vorm te geven. En als wij ervoor kiezen dat heel slecht te laten zijn, dan zal dat het worden. Als wij er nu voor kiezen van nee, dat moeten we niet doen, dan moeten we heel anders aan gaan aanpakken, zal het ook heel anders eruit zien. Ja. En daarom vind ik ook, we hebben het al eerder over gehad, dat 18 december zo prachtig. Ja. Want dat geeft een kans om ons samen daar een hele andere draai aan te geven. Heel ander perspectief. Heel ander perspectief, waardoor dat hele doemdenken voorbij is en we dat in een veel beter licht kunnen zetten. I always say to every person, only from deep cold tunnels white diamonds shine, and only by the light they are recognized. The key to that door is your faith and your love and your passion. Believe me, I think that this universe is infinite. There's so many other lives, there's so many other planets. Whatever you think, every thought of whatever your brain creates is already existed in another world, or is in this world. We are all one. We will be able to actually see different lives and see different events throughout not just this world, but other worlds as well. Many times that I remember my body being very old and very, just very elderly, and I felt my body being deceasing. And I remember growing from the ground as a plant. And I remember another scenario where I felt that my body was in kind of completely in some other creature's body in another world, another universe. So the method of the shamans is about working through the chakras. So you're actually, the chakras are the place where biomagnetic energy basically starts to get transduced. The techniques and the rites and the ceremonies all have one focal point, and that is this evolution within one lifetime. What a soul retrieval does is it literally figures out what traumatic experience got locked into your energy filled. Mm-hmm. So we're mending the past basically to heal your future. Can we also work with the future to heal the past? You work with the future. It's called future destiny retrieval, actually. And you actually can go into the future, retrieve a destiny, possibly even higher than the one that you were born to, which alters not only your present but your past. So we have this interconnection. That this weaving of light and energy and information that connects us all. When you're involved in a shamanic healing or any kind of healing that's working in the energetic field, then it allows for that healing then to permeate all the subtle energy bodies, including the most densest, which is the physical body. So GDV, it's one of the instruments that allows us to study life in dynamics. So in real time, we can see this balance between mental state, emotional state, and physical state. Am I correct if I say this is also a major difference with normal Kirlian photography, because that's just one moment. This is a real-time change of dynamics, right? Absolutely. Wow. So it's a dynamical scientific instrument. We study dynamic energy fields. And this is, again, a very important topic in modern medicine. And then you can take different medications in your hand. Mm. And we are measuring response of the body to different medications. Like homeopathy without swallowing. Yes, without swallowing, absolutely. And then here, Yamato started blessing of the water with Japanese songs. And you see it was increasing again. And then after he starts singing a song in here, and you see this huge increase, very huge increase. And you see it was absolutely different energy. It was high energy inside the spirals and very low energy outside. And when we're measuring people, again, it was people before and after. You see, it's a big difference. In this tribe, they have holy people who make contact with higher planes, with spirits of their ancestors. And those spirits, in April, they've told them that some scientists from a cold country would come in August. This is their temple,
And they have, they tell that they were given some wisdom from some people from the star. And if you look, you see this antenna. And it was a stone where the elders got contact with ancestors. So just as this stone, it was high variation of energy. And then I put one sensor inside the stone. So all the sensors gave very stable readings, except a sensor that was inside the stone. As I mentioned, we're measuring crop circle, this particular crop circle. So we came there with Lucy Pringle and her team and several other scientists. So outside of crop circle signal was very stable. Inside of crop circle, it was increasing all the time. It took us some time to get this effect. So immediately after pouring water there, it was nothing. Only after 15, 20 minutes, we get this effect, and it's really a very strong effect. You see, it's much even stronger compared with crystals. Het is een beetje een leugen of een halve waarheid, afhankelijk hoe positief je wil zien, dat alles biochemisch moet of is in het lichaam. Ik ben van mening, en dat kan ik redelijk aantonen, dat doe ik ook in mijn boek, dat wij eerder lichtwezens zijn, letterlijk, elektromagnetische wezens, maar ook bioacoustische en bioholografische wezens, maar daar kom ik zo op. Bijna al het DNA codeert namelijk voor, wat bijna zij, elektromagnetische en bioacoustische signalering. Simpel gezegd, het lichaam werkt eerder met de taal van licht en de taal van geluid dan met de stoffelijke wereld. En dat is letterlijk zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Ook in ons lichaam is dat de ware cellulaire communicatie. Dat dingen in trilling gebracht worden en dat vormt een akoestisch hologram, wat vervolgens leidt tot een optisch hologram. Dus eigenlijk van geluid naar licht. En daaropvolgend volgen biochemische veranderingen en membraanpermeabiliteitveranderingen, stoffelijke acties. Maar simpel gezegd, want het is natuurlijk allemaal lastig dit. Wij denken dat alles met stofjes moet en met drugs en met medicijnen en met stoffelijke acties, hormonen en neurotransmitters. Terwijl dat helemaal geen causale, oorzakelijke zaken zijn. Dat zijn hooguit, niet onbelangrijk, maar hooguit tweederangs effecten van die meer fundamentele onderliggende velden van informatie en energie. Uitwisselingen. Organisch, dynamisch, continu, veranderend. En onze lichamen zijn eigenlijk een soort van bevroren muziek en gevangen licht. Maar lieve mensen, als de werkelijke werkelijkheid, wat ik die blauwdruk noem, dat probeer ik jullie een beeld van te geven, bestaat uit licht, geluid en energie, zeg maar even simpel, dan moet het toch ook zo kunnen dat we kunnen inwerken en corrigeren, manipuleren, helen, genezen in die geluid, licht en energie fenomenen, verschijnselen met geluid, licht en energie. Ja, maar dat is ook precies wat mogelijk is. Alleen het probleem is, en sorry dat ik het even wat cynisch zeg, de resultaten zijn verbluffend, de medicijnen zijn bijna gratis en zeer effectief. En blijkbaar is dat bij sommige machthebbende instituten niet helemaal waar wij naartoe wil. Van patiënten naar patenten in plaats van gratis genezing. Vreemde bedoeling. Gaat dat nou altijd zo? En dan moet je je realiseren dat tot dat moment ik geen bal van vaccinaties wist. Ik ben jarenlang huisarts geweest, al die jaren wist ik eigenlijk niks van vaccinaties. Ik wist helemaal niet wat er allemaal precies in zat. Ik was gewoon opgevoed, net zoals iedere Nederlander, met het geloof dat vaccins gewoon veilig en nuttig zijn. Dus noodgedwongen ben ik toen studie gaan maken van heel die toestanden, van wat er allemaal in die vaccins zit, hoe dat werkt, wat er bewezen is over het nut, wat er bekend is over de risico's en over de complicaties. Nou ja, toen ben ik wel geschrokken. Ja. En er zijn inderdaad, wat jij zei, er zijn genoeg wetenschappelijke artikelen waaruit blijkt dat er wel degelijk risico's zitten aan zo'n vaccinatieprogramma. De belangrijkste risico's die zitten hem in verstoring van het immuunsysteem, hersenschade en soms plotseling overlijden, wat vaak wordt weggeschreven als wiegedood. Baby's worden gevaccineerd en
binnen 14 dagen of binnen 4 weken of binnen 8 weken gaan ze dood. En die kritieke dagen waarop zij dood kunnen gaan, omdat hun lichaam dan in een dusdanige dip zit na dat vaccin, dat is heel mooi. Die kritieke dagen zijn heel mooi aangegeven door Viera Scheibner, een Australische onderzoeker die per ongeluk ontdekte de connectie tussen wiegedood en vaccinatie. Zoals ik tegen vaccinatie aankijk, is het zo dat als je iemand aan het begin van zijn leven vaccineert, je zoveel ellende het lichaam binnenbrengt, dat je grote kans hebt dat je een levenslange patiënt voor de farmaceutische industrie creëert. Honey, you should ask. Nibiru is bunk. It's crap. It's crap all day. It doesn't exist. They're thinking you gotta have a planet that's gonna disturb the solar system. Wrong. The physics is intrinsic. It's from within. It's the fabric of reality. You don't need a body appearing out of space for the changes to be going on. I believe what they're seeing in China, if the photographs bear me out, is obviously not a second sun or Nibiru. Mm-hmm. It's all an optical illusion. Imagine what we can do with weather engineering as etheric side effects. Exactly. You and I aren't here having this conversation. Part of us is here. Mm-hmm. The rest of us is somewhere else in another dimension having another series of real conversations. Our higher selves? Our higher selves. Belief system again. It's all about beliefs. Remember, beliefs in the HD realm turn into reality. Yes. So when you understand this multidimensional levels of reality, you then get to the position of realizing that the folks that are trying to control us have to start with belief systems. Change perception, change reality. Exactly. Ether physics, torsion field physics, is a fluid physics. Mm-hmm. So as above, so below. These buildings were not, to use a crude example, blown apart. Mm-hmm. They were told, they were instructed at the atomic level to simply evaporate, to dematerialize. To dematerialize. They were instructed, I'll say that again, this machine does not send beams, it transmits information to matter in 3D to simply let go. It changes the holographic blueprint of that matter. It changes the pattern, yes. Yes. And you can see it in the pictures. Once you understand that, how it was done, where they communicated the information to those buildings to self-destruct, which is what they really did, mm-hmm. could be from anywhere. Yes. A spacecraft, a base on Mars. The torsion field operates and transmits information at least a billion or 10 billion times faster than light travels. Mm-hmm. So it's almost instantaneous. Superluminal. Superluminal, yes. They picked the right time, celestially, to have the maximum HD torsion effect on consciousness. They were trying to imprison us in this box of fear. Like a nodal point of time, a perfect exactly. timing? Exactly, that's all it was perfect yes. timing. This is a con game. And the World Trade Center event, properly analyzed, exposes this con in a way that nothing else can. So I'm very gratified that you guys get it. Breaking out of prison. The first step is to know you're in jail, because it's all a game. And that's why we have to be individuals and stand up against it in every way possible and say, enough is enough. This ain't gonna go on anymore. We're gonna become human beings again and not go with the rest of the cattle. What would be the main ramifications and implications if we actually have contact with extraterrestrial civilizations? There are these other beings, there are the secret keepers, but the real variable in the equation is us, the people. Yeah. We are the society that's changing so rapidly. So I think the secret will end. Disclosure will never happen voluntarily, not in my opinion. There's too much invested by the secret keepers to keep things as it is. Nevertheless, they'll be forced to disclose. In order to attempt to stay ahead of the game, to control the spin on this. This is, in my view, the most awesome secret, the most awesome reality that we can imagine. And the most closely guarded secret, I guess, all the time. Exactly. The presence of other intelligences, advanced intelligences, interacting with humanity here on Earth, to me, is quite significant. And so it will have not simply psychological effects, which I think many people think about, but economic effects, political effects. And then, of course, people will be wanting to know, who are these other beings? And I can only imagine the political nightmare that any leader will have. But then the other question will come down to energy.
And this is where we're talking about transformation of our global infrastructure. Because look, whatever these things use to get around the skies or the oceans, it's not petroleum. We've found we can control gravity through electricity. It's called electrogravitics. And we find at very reasonable voltages, I know they're fairly high voltages, talking about 50,000 volts and up, we see effects, gravitational effects. Tesla waves travel much faster than the speed of light. You find that these waves will be traveling at 10 to the 15th times the speed of light, at least. So it means it could go from here across the galaxy in a tenth of a second or less. He found by discharging high voltage, like up to 2 million volts, from a cathode to an anode, so electrons go and smash into this electrode here, that he gets a gravity wave that continues. Even though the electrons and the electric field has come to a halt, still a gravity impulse continues. It has no back recall. It's not like a rocket or anything. And yet the gravity wave continues, is able to cause pendulums to move. So it's a violation of the third law, Newton's third law. It's just creating action without reaction. He's knocked over books at 2 kilometers distance. He's even determined that at 200 kilometers, they were getting still collimated. He put up a piece of carbon paper, and it leaves an imprint on the carbon paper when it's fired. He cranked it up to 10 million volts in another experiment. By the way, this is now behind a high security facility, and you need proper clearance to get there. It's in Russia. And so they were able to put a 10-centimeter hole through a concrete block and even dent 2-centimeter thick steel plate with it when it was fired. By the way, this is the basis of a space drive, which can propel you to superluminal speeds. What is the mystery? He found that this is producing pulses that travel faster than the speed of light. At his low potential of 2 million volts, he was measuring at least 64 times the speed of light. When they went to their high energy device, they had to use atomic clocks. And they measured speeds of 3 to 4,000 C minimum. They're pushing the ether, and that's why it's going superluminal. The speed of light is relative to the ether. And if you can move the ether along in the same direction as the light wave is traveling, you're going to have it go superluminal. In my book, Secrets of Anti-Gravity Propulsion, I give an example of going to the nearest star 4 light years away, how it could be done in a month or less. The trouble is it's very energy consuming using his technology. But we can figure that it could be perfected, and because you're putting a lot of energy to create these pulses. Dit jaar lag er een in een prachtige slang, die laat ik straks zien, met een lengte bijna 400 meter. Zo verschrikkelijk mooi. De meeste vreemde substanties die wij vinden in graancirkels blijken siliciumverbindingen te zijn die niet op aarde voorkomen in de vrije natuur. Dus dit, koolstof, was even heel wat anders. En één stap opzij en hij pakte hem. En je deed één stap terug en je zat weer in die vortex, die energetische vortex, waarin camera's helemaal gek worden. Heel interessant. Nou, prachtige biofysische afwijkingen, gebogen knopen, gebarsten knopen. Dat staat allemaal in dat boek beschreven. Een echte authentieke formatie die door energie is gecreëerd, die leeft, die ademt, die heeft ziel. En daar word je blij van. En als je er overheen vliegt, dan en je knalt je hart open. En af en toe heb je de sporen van ja, die hitte. Een hele beroemde film uit 1996 alweer. Let op het veld. Komt er nog één, breekt in tweeën, maakt het af. En that's it. Lichtbollen. Vaak met het blote oog zichtbaar, maar lang niet altijd, omdat ze soms net in het infraroodspectrum zitten. En het is net zo'n kleine Boeddha die daar zit, op een tak. Dit is een foto gemaakt door Robert van den Broeke. Dit kan dus niet gefotoshopt worden, want je staat ernaast. Je weet niet wat je overkomt.
En werkelijk waar, continu springt hij voor de lens. En onze planeten staan exact zo gerangschikt op 21 december 2012. Dit is Don Alejandro, de stamoudste van de Maya's. Als het 12 Baktun en 13 de Ahau is, en dat is in onze telling, in onze kalender 28 oktober van dit jaar, 2011, dat is het bijna, dan keren de Maya-voorouders terug op aarde. En wat is dat ook voor dag? Het is een dag volgens Little Grandmother, de Wisdom Keeper, dat er een enorme consciousness, bewustzijnverhoging nog weer verder gaat plaatsvinden. Remember who you are and you can change the world. As one human being, with one prayer, you can change the planet. As one human being, dreaming a bigger dream and having faith in yourself, you can change the planet. As one human being, not judging another soul, knowing that you can't, you change the planet. And by being love, you change the planet. You don't have to be speaking about it. You don't have to do anything. The elders teach to be love. Just being love changes the world. And every one of us have the capability to do it. Our planet is going through something bigger now than it has ever gone through. And it takes the strongest of the strong to change the consciousness. And we are those people. We are the strongest of the strong. We are those that we have been waiting for. It is our decision and our choice to change our reality. No one else is coming to save us. We have to do it. Our planet's energy is rising. And because the energy of the planet is rising, so are we. We are divinely connected to Mother Earth energy. Slowly by slowly, the energy is building higher and higher, and we have to get used to it. We have to absorb it slowly. The energy is rising to help Mother Earth through her shift and to help us raise our consciousness. As human beings, we can't just make one giant leap and raise in our consciousness without this extra help of energy. It's a very good thing. We should be very grateful for it. As more and more energy come into our planet, whatever kind of person you are will get tripled, and it will just keep rising and rising. Those from a very low vibration will not be able to handle or live on a planet that vibrates up here. They will be removed. Wat in je boek beschrijf je ook, jongens, we zijn bezig met een massabewustzijn en we richten ons op wereldvrede. Maar als die wereldvrede niet in je eigen hart gevoeld en geleefd wordt, hoe bestendig is dan die 60 seconden met z'n allen even afstemmen op wereldvrede? Totaal niet. Het is zelfs erger. Alles is intentie. Ik zeg al, ze zijn net radiostations die uitzenden en ontvangen. En dat beïnvloedt massabewustzijn. En als ik vanuit mijn boosheid, als ik vanmorgen heel boos ben en geïrriteerd ben en ik ga dan mediteren voor vrede, wat zend ik onbewust uit? Die boosheid. Dus ik fysiek denk ik vanuit mijn ego, ik ga wat doen voor de vrede, ik ga mediteren voor vrede. Maar ondertussen zend ik mijn boosheid uit. Dus werk ik mee aan de agressie in de wereld. Ja. Want het gaat niet om mijn actie, het gaat om mijn intentie. En dan kom ik weer op het stukje terug. Het gaat om het individu. Mm. Als jij als individu geen vrede hebt en geen balans in je leven en geen zelfvertrouwen en niet van jezelf houdt, ja, dan kun je mediteren wat je wilt. Ja. Maar je zendt iets anders uit wat meewerkt aan chaos. Ja, je hart en je hoofd zijn niet in één lijn. Precies. En dat is de eerste stap. Dus eerst aan jezelf werken. En dan kun je een steentje bijdragen aan de wereld. En dat gaat automatisch, daar hoef je niets voor te doen. Maar zou het kunnen, want ik heb altijd een beeld voor me, echt een geometrisch beeld zou ik bijna willen zeggen, als de torensvorm, hè? De vortex, voor degene die zich vanochtend gedoucht hebben, dan loopt dat water zo in dat putje weg. En voor mijn gevoel is dat een prachtige metafoor voor de tijd waar we nu in zitten. Eigenlijk een hele interessante crisistijd. Want tijd, de gebeurtenissen, het gaat steeds sneller, ja, wordt steeds spiraal, groter. Ja. En licht en donker, laat het even dualistisch zeggen, zo zien wij dat waarschijnlijk niet, die komen steeds meer naar elkaar toe. Hoe meer licht er komt, hoe meer er duister komt. En het gaat steeds sneller naar elkaar toe. Ja. En pas als we door het gaatje, 2012 misschien, dan opent zich weer een andere realiteit. Ja, ja, daar geloof ik in. Maar het zal niet op 2012 zijn. Nee, want het is nu al. Het is nu al. Het is een cyclus. Iets wat gaande is. En hoe lang dat die cyclus duurt, dat is aan ons. En nogmaals, ik denk dat zoals het er nu voor staat, dat 2012 een keerpunt is. En niet meer en minder dan dat. Dat 22 december gewoon de kalender opnieuw start en gewoon alles weer doorgaat. Het is alleen een omslagpunt. Het is een omslagpunt. En het omslagpunt is denk ik ook bedoeld
om ons bewust te maken dat het een omslagpunt is. In de Eon-hypothese heeft de term non-lokale specifieke betekenis. En dat betekent dus tussen twee tijdruimten in. Dat betekent dus dat het tijdloos is. Want het gaat buiten de tijd om, zo gezegd. Ja. En non-lokaal contact tussen eonen is zeer wel mogelijk. En dat wordt ook beschreven in de theorie hoe dat werkt, precies. Ja. En dat betekent dus dat dat een natuurkundige basis is voor verschijnselen als telepathie. Ja? En dat kan allemaal. Ik heb dus in het boek wat Darwin niet van weet ook een heel hoofdstuk gewijd aan bijna doodervaringen. Okay. Omdat dat namelijk vanuit de eonenhypothese op een heel andere manier belicht kan worden en heel plausibel eigenlijk. Ja. Ja? Dat kan allemaal. En je krijgt dan dus heel sterk de gedachte hieruit dat het bewustzijn in feite één is. Eén geheel. Ja? Dat wordt ook ondersteund door gedachten met morfogenetische velden en met Akasha-veld en dat soort dingen. Maar dat komt hier in natuurkundige zin ook heel sterk naar voren. Je had het net zo mooi over die gouden eeuw van bewustzijn. En ethiek als een soort groeiend bewustzijn. Of bewustzijn moet ik eigenlijk zeggen als een groeiend richtinggevend principe in die ethiek die nu ontstaat. En die wel tijdsgebonden is, maar toch ook uit een hele oude tijd komt, zullen we zeggen. Kun je iets zeggen voor de kijkers thuis als afsluitende woorden? Wat voor mooie tijd we eigenlijk, want het lijkt alsof we alleen maar crisis en ellende in de wereld hebben. Maar de wereld gaat naar beneden, maar tegelijkertijd gaat het bewustzijn, lijkt het wel collectief omhoog. Kun je iets moois zeggen naar de kijkers toe? Hoe jij deze situatie ziet, deze tijd waarin we nu leven? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke zaak. Hè? Maar het punt is, denk ik, dat wij inderdaad in een gouden tijd leven wat bewustzijnsontwikkeling betreft. En die gouden tijd die is nog maar net begonnen. En daaruit moet inderdaad voortkomen dat wij beter begrijpen in wat voor wereld we leven. En dus ook beter met de wereld omgaan enzovoort. Daar zit een heel idealisme achter natuurlijk, dat is duidelijk. Maar daarvoor, om dat goed te kunnen doen, heb je gewoon die bewustzijnsontwikkeling nodig. Keihard. En dat moeten we dus met z'n allen gewoon doen. De wonderen van deze wereld. Ja, wat kan het mensen leren, spiritueel gezien? Magic? Nou, je zegt dat eigenlijk iedereen die een beetje spiritueel geïnteresseerd is, dat eigenlijk zou moeten meemaken. Omdat je heel veel dingen snel gelooft en voor waar aanneemt. En ja, je wordt eigenlijk misleid. En het is goed om je eigen kennis te hebben. En vanuit jezelf, dat je alles kan. Ja, dan is geloof ook gefundeerd, zeg maar. Ja, het is ook mooi om in dingen te geloven waar je het bewijs niet voor hebt. Dat is ook mooi. Het kan kracht geven. En natuurlijk, het geloof in het onmogelijke, dat moet je altijd als mens houden, denk ik. Ja, dat houdt het. Dat je daardoor kan je bergen verzetten door dat geloof. Ja, met illusie kan je goede, mooie, bijzondere gevoelens opwekken. Namelijk de verwondering en hetzelfde gevoel wat je hebt als je naar een prachtige sterrenhemel kijkt. Dat kan je door middel van magic opwekken. Dat je mensen echt. Nee, want kijk, in Derek Ogilvie claimt het komt door de psychic spirits. Ja. Of iemand anders. Mm-hmm. Char of zo. En, ja. Ja, dat vind ik ook gewoon eigenlijk goochelen. Kun je alle voodoo-verschijnselen met magie voor elkaar krijgen, met de geheimen die jij kent? Ja, ja, ja. Dat is op zich fascinerend natuurlijk. Wel grappig, hè? Ja. Zouden wij ons positief, onze gezondheid allemaal kunnen beïnvloeden? Ook niet magisch, mensen die leren? Ja, door gedachtekracht kan je absoluut, denk ik, je gezondheid beïnvloeden. Het ontmaskeren van een placebo staat niet in dienst van de geneeskunst. Nee, want dan valt 30-70% van de pillen heeft geen werking meer. Ja. Hier, ik laat je wat zien. Je kan er maar bij komen straks. Ik ben benieuwd. Kan je het zien? Ik hoef niks te doen, ik kan het zien. Een kleedje zo vast, van aan de zijpuntjes. Gewoon zo, hè? Ja, ja. Ja. Dan stuur je de kaars aan. Ja, je mag onderkijken. Laat maar los. Als ik nu een soortgelijk tafeltje zou hebben, Ramana, en ik zou zeggen, joh,
dat is leuk, maar ik mag mij hetzelfde kleedje gebruiken of ik heb ook een leuke paarse kleur. Hoeft niet hoor. Ja, ja. We gaan het niet doen, want ik heb het ook niet bij me. Maar zou dat net zo werken? Ja, dezelfde illusie kun je creëren. Ja, ja, ja. Geweldig. Grappig, hè? Heel bijzonder. Door magic kan je verwondering opwekken. Door, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld... ben je geïnteresseerd in geld? Zeker. Ja? Kijk, het is zo dat wetenschappers die vertellen ons dat als we ergens in geïnteresseerd zijn, dat onze observatie verbetert. En wat we hier observeren is 1 euro en 50 eurocent, zie je het? En een klein borrelglaasje. Mm-hmm. Ik hoop dat je het op de camera krijgt. 1 euro en 50 cent. En volgens mij hebben die wetenschappers daar hartstikke gelijk in, denk je niet? Geweldig. Kijk, en met magic heb je mensen even op het puntje van hun stoel, omdat ze even niet begrijpen wat er gebeurt als het goed is. Dan komen ze in de verwondering, dat is de leegte. En daarin zit wel magic. Daarmee, dat is wel iets bijzonders, is echt magisch wat er gebeurt. Maar de oorsprong is niet bovennatuurlijk, zeker niet met dit soort dingen, maar ook als je meer subtielere dingen gaat doen, zoals mentalisme. Mm-hmm. Dat is een tak binnen de goochelkunst. Ja. Zoals bijvoorbeeld gedachten lezen of toekomst voorspellen of metaal buigen, ogenschijnlijk met gedachten. Waarbij dus geen vingervlugheid komt kijken, maar andere technieken die onbekend zijn, waardoor het effect super magisch lijkt en alleen maar een bovennatuurlijke verklaring kan hebben, omdat dat de enige verklaring is die mensen hebben. Ja. Maar ze hebben niet de kennis die wij hebben. En wij halen de oorzaak van een effect weg, waardoor het magisch wordt. Ja. Iets wordt magisch als je niet de oorzaak kent. Ja. Dan wordt iets magisch. En ik kan jou vragen wat het geheim is, maar ik denk dat ik het antwoord heb. Ik zal het niet zomaar zeggen. Nee, precies. Heb je een goede verbeeldingskracht? Kun je dingen goed voor de geest halen? Ik verbeeld me dat ik een goede verbeeldingskracht heb. Maar weet je, van jezelf kun je dingen... Ik kan redelijk dingen visualiseren, ja. Kun je je voorstellen dat dit een denkbeeldig pakje speelkaart zou ik zo uitwaaien? Ja. Kun je er één kaart uitpakken? Links of rechts? Maakt niet uit. Pak maar. Ja. Kun je naar die kaart kijken en ons vertellen welk getal er op die kaart staat? Ja. Welk getal staat erop? Ik moet hem noemen? Ja. 8. Een 8. Welke 8? Een zwarte 8. Dus de schoppen 8 of de klaver 8? Klaver 8. Kun je de klaver 8 omgekeerd terugstoppen in dit denkbeeldige pakje? Dus met de dichte kant boven, dat je niet kan zien? Ja, omgekeerd dat je hem eruit gehaald hebt. Oké. Okay. Ja. Zo. Ja, dankjewel. Dit is de verbeelding en dit is de realiteit. En waar verbeelding en realiteit bij elkaar komen, ontstaat in onze wereld magie. Jij hebt net klaver 8 gezien. Mm-hmm. Omgekeerd teruggestopt in dat denkbeeldige pakje. Dit pakje heeft de hele tijd rustig op tafel gelegen. Ja. Zoals we hier met z'n allen kunnen zien. Oh ja, hier zo. Hier zo zit één kaart. Die omgekeerd die heb ik van tevoren omgekeerd ingestopt. Zou je die er even uit kunnen halen? Ik zou nou bijna kunnen visualiseren en kunnen voorspellen wat voor kaart het is. Geweldig. Ja, we zullen maar niet vragen hoe die dat doet. Klaar 8. Ja. Fantastisch. All I'm doing right now is I'm just playing. The only reason I'm sitting in the chair is because, well, it's more comfortable for me. I mean, normally I don't look for a specific area. Usually what I would do is I would just suggest that you lie down on a table and I would just work anywhere. It wouldn't matter whether I knew where the problem was or not. Yeah, no scanning. I'm not really scanning so much as I'm just playing. Mm. When I find something that feels interesting, it's interesting. In other words, sometimes it's a pushing, sometimes it's a pulling, sometimes it's the way that the muscles feel, sometimes it's the tingling, sometimes it's hot or cold or wet or dry, sometimes it's hot, cold, wet and dry at the same time. Mm. Like with you, I feel heat and cold simultaneously. My palm is hot, and my fingers right now are freezing. There's a spot right here where I feel like when I get right here, I feel a big strong vibration in my palm. So I just play with it. Mm-hmm. I'm just really playing with it.
can see those tiny movements in your finger. Do you see them? So that's telling me that something's happening. And I'm just going to see if I can get that to change or move a little bit. Now I see movement. Do you feel anything? I feel someone is pulling my finger a little bit. Right. Yeah. So as I stretch and pull further away, instead of it getting weaker like it does with energy healing techniques, it actually pulls and gets stronger. Good. Good. So, let's go to our interview now. How's that? And I'll give the camera person back the chair. What we're connecting with is our original fullness as souls or spirit that is here having its human experience. So re doesn't have to mean again. It can also mean more. Let's reconnect with this, maybe a little more fully than before. Like a reintegrate or re-pattern. In a sense, yes. Yeah. And our job is to learn to discover that we are all one. Our job is to recognize or to learn compassion. Mm-hmm. That when one child cries in one part of the universe, 100 children weep in another, that we're not separate. But our growth comes from appearing separate and having to learn to discover and recognize more of our fullness, having to reconnect with that. We will all know all the answers all too soon. We will know when we return. We know these things in between our lifetimes. But we're sent here to grow and evolve, while to develop, by not knowing, by discovering. Philosophy is about the questions, it's not about the answers. Mm-hmm. You are saying that healing is a kind of a cosmic contract going on between the patient and the source energy, so to speak. So how does the healer come into play? Just as a facilitator or a different role? That's it. No, I don't have to answer the question. Oh my God. You're facilitating a healing by being present. The gift is as much for them as it is for you, because as the practitioner you get to witness. And in that case, you then become aware of more and greater possibility, and then with the next session and the next sessions, you can bring about even more. And if we're not willing to transcend the techniques, to do less actually, to bring about more, we need to ask ourselves why. Mm-hmm. If we're not willing to demystify the healing process and allow it to be clear and transparent for everyone, we need to ask ourselves why. And if we're not willing to ask ourselves why, then we need to ask ourselves why we're not willing to ask ourselves why. Mm-hmm. Because it is within that question that lies the next step to our own mastery and development. By the way, it's available. Yes, you don't have to. Oh, that's it. Hold up. Wait. Hold up. Oh, yeah. Hold up again. Promotion. That's, I'm kidding. And it's in many languages, people. It's in 36 languages. Yes, that's amazing. I believe. 36. But there might be limiting factors like trying to control the outcome, expectancy, the power of belief, like Bruce Lipton, which is important research. But you're showing belief doesn't really matter. You don't have to believe. And it still might work. There's a greater level to reach beyond belief. Belief has just a little bit of a question mark in it. When you have faith, when you have hope, when you have belief, you're holding on to something that you really want to know is true. Faith and hope is wonderful, but again, it leaves that question mark. Knowingness is an expanded state of consciousness we step into where there's no longer the question. It's not about knowledge. Mm-hmm. It's about transcending the knowledge. Knowingness is simply a state of awareness. The technique wasn't born so that we could become masters of the technique, and we weren't born to become masters of a technique. We are hopefully learning the technique,
Not so we can master the technique, but so that we can master healing. Treatment, therapy, cures, they're about symptoms, they're about individuals. Healing is about balance, the full balance of the human being, and the full balance of the healing with everyone in a relationship with that being. In other words, only when we are willing to unveil our inner selves and share the healing one-on-one do we become more. When we become more, then those interacting with us become more. The condition of the earth is not the problem that needs to be healed, but it is a reflection of who we are. And if we don't like what we see in the mirror, going out and buying a new mirror is still going to give us the same reflection. We have to heal from within first. The banking system as a whole wants this global crisis. It wants a currency crisis, it wants a credit crisis, it wants a debt crisis that is so bad that it can then come forward as the savior and say the only way of sorting out this mess is to completely restructure world economics and the world economic system based on a world central bank. We zitten hier vandaag in landgoed Duinlust. En we hebben een hele bijzondere gast en hij heeft een geweldig boek. En ik hoop dat ik mijn onaangename gezicht even kan vervangen door gewoon dit boek in beeld te brengen. Want dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. En gelukkig loopt het geluid gewoon door. Om helemaal geen knip aan te brengen in het beeldmateriaal. Heb je als het ware heling toegepast, laat ik het zo even zeggen, of verbeteringen toegepast aan een reservaat in Rusland op afstand? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, er kwam een verzoek van meneer Gorbachev. En toen in die tijd, en we spreken we begin jaren 90, werkten we nog in Duitsland bij het Instituut voor Resonantietherapie. Ja. En die resonantietherapie bestond eruit dat je een plattegrond nam van het landschap of het huis waar je dan mag gaan werken. En via die plattegrond, nu wordt het langzaam wat ingewikkeld, kan je dan in contact komen met een morfisch veld, met informatie. Nou, dat kan iedereen, dat weten we ondertussen. En via dat veld kan je eigenlijk, zeg maar, energie sturen of vragen. Dus zo kan je helend inwerken. Het blijkt dus dat je op afstand, zo kan je ook telepathie verklaren, kan je, zeg maar, voelen, waarnemen hoe het ergens is, maar je kan het ook beïnvloeden. Dus wij hebben toen een hele diagnose van Europa gemaakt, we hebben de belangrijkste chakrapunten gezocht en ook gevonden. Zo zijn we ook in Tsjechië terechtgekomen. En Gorbachev had daarvan gehoord. Maar nu snap ik de verbinding. Jij hebt dus die hele landkaart gewoon op zijn hoofd geprojecteerd. Ja, dat zoiets. Zie je altijd als je mijn beeld ziet. Precies. Nee, precies, dat zat al helemaal in. Ja, weet je wel. Nou, hij was voorbestemd vanaf zijn geboorte al. Maar, okay. Of een stigmaat eigenlijk. Maar het bijzondere was dus dat het idee van een verenigd Europa, dat Europa desintegreerde, hem ontzettend, dat raakte hem echt in zijn hart. En hij zei, nou, ik zou ook zo'n project in Rusland willen. En die Russen kwamen eigenlijk op het idee, er is een veld, of het nou magnetisch is of wat, nou, dat organiseert eigenlijk, degene leveren de bakstenen, maar het veld heeft het bouwplan. En dat veld is eigenlijk overal aanwezig. Dat is het idee, het is overal aanwezig in de ruimte. Iedereen heeft deze vermogens, en dat is het mooie ervan. Iedereen, ik ben begonnen met allemaal boeren, dus ik zat nog helemaal goed boeren, zat ik te mediteren. En leerde ik communiceren met hun kolen, en, nou, en wat hebben die dan nodig? Dus jij hebt een nieuw programma, Boer zoekt gids. Boer zoekt gids, ja. Ja, net wel. Binnenkort hebben we een evenement met Bert Jansen en Heather Kluwet, 18 december, het Middencentrum in Amsterdam, ja. Als Healing Sound Movement event. Gaat maar even om Heather, want Heather is Inca-shamanen. Ja. En ze had het niet over, alleen over dat je naar een oud trauma gaat, vanuit daar in die blauwdruk werkt, ja, om iets in het nu te bewegen. Ja, precies, dat maar ook, ze had het ook over future energy retrieval. Werkt het in de toekomst net zo effectief, en moet je dan anders te werk gaan? Nee, je kan wel van deze plek, alles heeft een toekomst, want die toekomst is als een, iets wat zich langzaam verdicht. Dus hoe verder weg, hoe breder die toekomst is. Ja. En het nu is eigenlijk hier zo. Ja. Dus hoe verder ik kijk, des te meer mogelijkheden. Het is een toren, zo gaat je naar het verleden natuurlijk. Ja, een affirmatie is eigenlijk een bevestiging. Dus je bevestigt eigenlijk dat voorbeeld in dat morfische veld. Als je dat voorbeeld vaak genoeg bevestigt, dat is, wacht, dat woord blauwdruk, want eerst is het nog maar heel vaag geschreven. En de tweede keer is het benadrukt, is wat dikker. En langzaam wordt het een blauwdruk. Ja. En dan staan, heb je eigenlijk als het ware een lijntje met een anker de toekomst ingegooid. En dat zit dan vast geaffirmeerd, bevestigd. Ja.
Ja, dat kan je dan gaan inhalen. Blauwdruk is trouwens een mooi term op een goed boek van iemand die wij allemaal kennen. Dus deze maar ik mag geen advertenties maken, dus doet hij het nu. Heel goed. Heel goed boek van John. Ik heb het thuis staan en ik heb het ook voor gebruikt hier. Ook niet afgesproken werk van tevoren. Nee, allemaal spontaan. Het valt ons allemaal in. Maar dit principe, neem het serieus en kijk ernaar, is eigenlijk het verhaal. Dus de moraal van het verhaal is eigenlijk, zorg dat als je dat verhaal aanhoort, dat je inzicht krijgt hoe het werkt. En als je het inzicht hebt, heb je meteen ook de manier om er iets aan te doen. Jij bent die patiënt en ik ben de psychiater. Ik hoor jou dat zeggen, ja, ik hoor stemmen. En dan denk ik als psychiater, nou, dat is dus niet zo. Jij hoort geen stemmen, dat is een illusie, jij hallucineert. Ja. Maar wat zou het wel kunnen zijn? Het wordt dan gelijk als een onmogelijkheid gezien, hè? Ja. Ja. En dat is eigenlijk het allergrootste verdriet van deze patiënten vaak. Omdat het voor hun wel een werkelijkheid is. En het is ook een werkelijkheid als je weet hoe het werkt met die verschillende bewustzijnslagen. Het is een keiharde werkelijkheid. Dus je hebt eigenlijk al de helft van het verhaal te pakken als behandelaar, als je volledig erkent dat het zo is. Ja. Dat ze dat al horen en dus dat ze niet gek zijn. Ja. Ze zijn op een andere manier gek. Het is geen taboe. Mm-hmm. Het grote probleem wat er altijd was, maar misschien zijn ze dat nu anders gaan oppakken in de psychiatrie. Maar het grote probleem wat er was, is dat er eigenlijk nooit over gesproken werd of mocht worden. Zo van, daar hebben we niet over, dat is belachelijk. We bestrijden het symptoom, maar we gaan het niet verklaren, want dan moeten we toegeven dat we er niks van snappen. Klopt, ze moesten zelfs soms ondertekenen dat ze tijdens de behandeling geen zelfmoord zouden plegen. Ja. En dat zijn allemaal goede bedoelingen hoor, daar ben ik van overtuigd. Maar dat werkt eigenlijk desastreus op de patiënt. En wat wil het geval bij de einder volgens mij, is dat 9 van de 10 mensen het ook geen zelfmoord meer plegen. Dus het heeft een ongelooflijk succes. Omdat er naar ze geluisterd wordt en omdat ze worden serieus genomen. Ja, en dat is ook met dus een psychotische patiënt of schizofreen. Als je dus weet dat er veel meer is dan het lichaam, dat ze wel degelijk voelen wat ze voelen en horen wat ze horen. Als je het inzicht krijgt waar het vandaan kan komen, Dan kan je er pas uitkomen en kan je zo'n persoon pas helpen. Ja. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want nu is dat gesprek er al niet eens voor zo'n patiënt. Ze worden verdoofd gehouden door medicijnen. Ja. Kun jij je allereerst aangeven aan de luisteraar en de kijker, wat chemtrails nu eigenlijk precies zijn? Als we spreken over chemtrails, dan hebben we het inderdaad over strepen die we op bepaalde dagen in de lucht zien. Maar de laatste 10 jaar, in toenemende mate, zien we een ander soort strepen die veel dikker, veel voller zijn en die veel persistenter zijn. Dus die blijven uren hangen, die waaieren uit en na verloop van tijd vormen die een soort van melkachtige nevel die het zonlicht nog verhindert om voluit door te komen. En dit fenomeen is over heel de wereld, voornamelijk in de noordelijke hemisfeer, meer en meer bron van bezorgdheid bij heel veel burgers. Bovendien ziet men dat dat gecoördineerd gebeurt. Het lijkt wel een georchestreerde actie te zijn. Wat is daar eigenlijk het meest verontrustende aan? Dat is de stoffen die daarin zitten. En dan hebben we het voornamelijk over aluminium, barium, cadmium, plutonium, strontium. Hebben we het over een heel assortiment van chemische substanties. En je hebt ook een heel scala van virologische componenten. Dus dan hebben we het over virussen, bacteriën, mycoplasma-varianten enzovoort. Dus ook virussen en bacteriën, ook micro-organismen. Ja. En dus de essentie is, en dit is heel belangrijk dat iedereen dit goed begrijpt, als we spreken over chemtrails, dan heeft het in de regel niks te maken met het normaal verbrandingsproces, heeft het niks te maken met de uitlaatgassen van vliegtuigen. Hoe ongelooflijk ook, maar we worden werkelijk besproeid. Besproeid, zoals ongedierte op veldgewassen besproeid worden. En dit gebeurt dus door militaire toestellen. Militaire sproeitoestellen met name. Het Belgisch gerecht, en ik denk dat het voor om het even welk gerecht geldt, kan zich geen toegang afdwingen tot een militair domein.
voor de grootste milieurampen die er tot stand gekomen zijn. In de Golf van Mexico, in Fukushima, de verarming van de grond door chemische bemesting en door chemische besproeiing. Dit alles kan op een natuurlijke, zeer effectieve en goedkope manier opgelost worden. Dus de oplossingen zijn er, de techniek is er. Er is alleen nog een shift in denken en ingesteldheid noodzakelijk. Chandra is 28 years old and the Native Americans gave her the name Grandma because of her intelligence and wisdom. Chandra was born in a severely handicapped body. She has a very rare syndrome. And according to the syndrome, she's a vegetable and can't do anything. Chandra has made milestones due to all alternative programs that I've done with her. I've never given her drugs. I've never subjected her to surgeries. Yes, I-L-T-I. Yes, I like to interview. She hits the first letter of each word because I hear her in my head. And she is helping me to verify that I am getting the correct information. So, at age 9, when she got the system, she wouldn't use it with me. She used it with everybody else. Mm. And I asked her why. Come here. What do you need, John? What do you need? Mom, I love John. He is doing very important work for the planet. Good. Thank All right, you. Sweetheart. Yes, Mom, and do you. Chantal, ik wil je nogmaals feliciteren, jongen. Ja, dankjewel. We staan hier buiten bij een mooie nieuwe club. Het zijn de mensen die het doen. En vanaf begin al een succes en je hebt dit al jaren gewild. Het is een droom, hè, die uitkomt. Al 9 jaar, ja. Dus, Oké. Okay. En had je Amsterdam Club Light. Als je meer informatie wil, natterasje.info. Dit is John Koolsmulder en dit is DJ Chantal. Nogmaals, Natterasje! Goed, we moeten echt meer gaan betalen, want het wordt steeds. Dankjewel, ik zie je straks.